De NPO ligt onder vuur. En met het oog op de komende bezuinigingen is het nu tijd voor een harde analyse. Hoe goed zijn onze programma's nou eigenlijk? En moeten ze blijven of verdwijnen? Je gaat het zien in Kijken, Kijken, Niet Kijken. Vandaag de Rijdende Rechter. De Rijdende Rechter. Laten we beginnen met de positieve kanten. Het is een hele goede uitlaatklep voor iedereen. En het is een onuitputtelijke bron van leedvermaak. En leedvermaak is een van de mooiste vormen van humor. Ja. Zo weer voor u, Probeer het niet. Blijf van mijn gang of van mij af. Dan is het dit. Dan is het dat. Ik denk dat wij... Tot zover de positieve kanten. De naam. Waarom eigenlijk de Rijdende Rechter? Meester Rechter is helemaal in het programma geen echte rechter. Hij is buiten het programma om wel een echte rechter, maar in het programma is het helemaal geen echte rechter. Dus wat hij te zeggen heeft, is helemaal geen recht. En bovendien heeft hij niet eens een rijbewijs. Dus hoezo Rijdende Rechter? Ja, hij rijdt wel, maar vooral tegen mensen op. Of paaltjes. Of staande lampen. Een weetje. De Rijdende Rechter schijnt ook erg groot geschapen te zijn. Vandaar dat hij heel vaak pofbroeken of bandplooibroeken draagt. Wat hangt er omheen? De Rijdende Rechter, wat er omheen hangt. Ten eerste hebben we natuurlijk een co-presentatrice. Jetske van den Elzen. Is het nou een milf of is het nou geen milf? Je weet gewoon waar je aan begint. Twijfelgevalletje. Ze heeft in ieder geval een hele schelle stem. Zo'n stem dat als ze tegen je gaat zeuren de hele dag, dan loop je gewoon gierend tegen de muur op. De vormgeving. We zijn aangekomen bij de vormgeving. Nou, ziet er allemaal prima uit. Heel NCRV, heel braaf, heel netjes. Alleen dat bumpertje, dat is een partijtje penetrant, zeg. Luister even. Echt zo van... Jij hebt iets fout gedaan, schuld, boete, jij krijgt straf. Zo irritant. Veel te penetrant. De kandidaten. En dan komen we aan bij de kern van dit programma, de kandidaten. Wat een ongelofelijke zeikers en mierenneukers zijn dat, zeg. Maar het is wel smullen, want de emoties lopen bijzonder hoog op. Jullie pieten. Hey. Ruit. Jij zou het aan de lef komen. Kom zeg. Complete levens worden verwoest omdat de koniveer 2 centimeter te veel naar links of naar rechts is verplaatst. Weg hier. Wat is er? Bent u gewond? Het eindoordeel. Nou, het moment is eindelijk daar. Het moment van het bindende kijkersadvies. De Rijdende Rechter. Wordt het kijken, kijken of wordt het niet kijken? Het wordt kijken, kijken. En waarom? Gewoon. Omdat het best leuk is. Bedankt voor het kijken.